Maar we zijn van plan om iets heel groots te gaan doen nog dit jaar. Maar meer kan ik er niet over verklappen, maar volg ons zeker op YouTube. Yo, beste mensen van het schoolleven! Mijn naam is Daardor en welkom bij een gloednieuwe vlog. Vandaag gaan we iets heel anders doen dan ik gehoopt had. Ik heb net gedaan met werken, zoals je kunt zien. Ik kom net van het werk. Maar dat is ook de reden waarom dat er op de achtergrond zo'n mooie muziek staat. Dat is voor Calippo rustig te maken. Want anders dan flipt ze helemaal, omdat ik er lang niet ben geweest. Wat er eigenlijk is gebeurd vandaag, is Lina is door haar rug gegaan op school. Die moest vandaag koken. En die is door haar rug gezakt. En ik kreeg ineens een paniekerig telefoontje van... Ja, ik heb een probleem, dit, dat. Ik zeg, het is niet erg, ga naar de dokter. Ik bedoel, we hadden misschien wel andere plannen vandaag. Maar dat neemt niet weg dat je gezondheid voorgaat, snap je? Dus ik ben nu, het is nu 12 na 3, om 3 uur moest ze binnen gaan bij de dokter. Dus ik hoop oprecht dat het niet te erg is voor haar, want ze zag echt enorm hard af. Ik kom net van bij haar thuis, ben na het werk heel snel naar daar gegaan om dag te zeggen. Ja, nu ben ik thuis, dus ik moet vloggen, want er moet nu een vlog online komen. Maar de planning is eigenlijk heel anders. Normaal zou ik morgen gaan vloggen op vrijdag, want we gingen een hele dag leuke dingen doen. Dat ga jammer genoeg niet doorgaan, maar zoals ik net zei, gezondheid gaat voor. Dus wat ga ik nu doen? Koken. Dat is kut, want Lina kookt normaal altijd voor mij. HelloFresh, want hij heeft HelloFresh besteld. Ja, lach jij maar. Dat is grappig, hè? Dat is grappig. Oh my. Ik moet gaan koken. Lina heeft HelloFresh besteld. Zij doet dat super graag. Ik kook echt niet graag. Ik heb hotelschool gestudeerd, voor zij het nog niet weten. Maar ik haat koken. Toch voor mezelf. En vandaag moet ik voor mezelf koken, want ja, Lina heeft thuis. Dus... Anyway, we gaan koken vandaag. We gaan vandaag koken. En dan hoop ik dat ik zo meteen een positieve telefoon krijg. Toch niet zo erg is, maar ik vrees ervoor. Want Lina die heeft een hernia. Maar die heeft er normaal nooit last van. Maar ze heeft afgelopen week wel druk bezig geweest. Ik hoop gewoon voor haar het beste is. Naar mij moet ze niet zien, dat maakt allemaal niet uit. We hebben nog heel ons leven om leuke dingen te doen. Maar ja, het is wel belangrijk dat ze zo snel mogelijk wel terug in orde is voor haarzelf. En morgen vullen we ons dagje wel, dat is geen probleem. Dus noods kijken we de hele dag serie. En dan moeten we het maar doen met de beelden die ik vanaf nu heb tot dan. Maar dat is het ergste. En anyway, als jullie nog leuke ideeën hebben voor de vlog, laat het mij weten. Want ja, er zijn zoveel leuke dingen die we kunnen doen. Maar dat ik een beetje op voorhand kan werken. Want nu sta ik weer net op tijd. Dus dat is, dat is niet zo goed. We gaan nu genieten van mijn kookkunsten. We gaan lachen. Trouwens, jongens en meisjes, de roomtour. Heel verhuisd, alle mooie camera's en zo, die ga je nog allemaal zien. Maar ik heb enkel nog 2 doosjes uit te pakken, dat is gewoon alles gedaan. De gordijnen moeten nog korter gemaakt worden. Allee, we moeten van alles gedaan worden voor ons, maar ik blijf nooit stilzitten. Er moet altijd iets veranderen. Nu gaan we beginnen. Dus, voorbereiden. Verwarmen over 200 graden is gebeurd. Breng ruim water met een snuifje zout van de kook in een pan met deksel voor de broccoli. Snijd de bloem van de broccoli in kleine roosjes en de steel in blokjes. Kook de broccoli afgedekt 5 tot 7 minuten gaar. Giet af en laat zonder deksel uitstomen. Dat doen we zo meteen. Dan marineren van uw vis. Hoe lang duurt het hier, die grap? 35 minuten. Ja, 17 is bij mij. Even kijken. Marineren. Pers ondertussen de knoflook of snijd. Gezien dat ik op geen enkele manier die camera snel opgeladen krijg, gaan we hierbij het koken wel afsluiten. Of ja, ik ga laten zien hoe het uiteindelijk is geworden, maar ik ben nu... Ga ik de vis doen, ga ik de zalm die hier in de marinade zit, die ga ik nu even bakken. Voilà. En dan naar de broodjes dresseren. Hier is mijn geweldige broccoli, die is al knapper aan het worden, dat is goed. Voilà. En dan mijn rijst is ook al gekookt. Zo. En dat is met een timer van mijn broccoli, dus ik ga zo meteen mijn brood laten zien, maar nu wil ik even de zalm bakken. Oké, het zalmpje is aan het bakken. En jawel, ik ben het aan het timen met 3 minuten. Dus het mag zo meteen onderrijd worden. Het gaat goed, het gaat echt goed. Een beetje over het visje. Maar nu het moment van de waarheid. Ik ga het proeven.
Ik ga eerst even van Lina inpakken. Oké, okay, we moeten nog een lamp halen trouwens. Ik ga ervan proeven, ben benieuwd wat te eten is. De broccoli vind ik sowieso wel lekker. Sowieso als mensen gaan kijken, heb ik foutjes gemaakt, dat weet ik. Maar ik ga niet liegen, het is fucking lekker. Ik heb net dat velletje mee opgegeten, dat kan u geen kwaad, dat ga dat mee opeten. Maar dat ziet er niet echt appetijtelijk uit, dat vellen, zoals je kunt zien. Maar het visje zelf op zich, super lekker. Gecombineerd met die rijst en die broccoli. Jawel. Dan zeg ik het zelf, ik heb het zelf gemaakt, ik vind dat lekker. Wow, ik ga even opruimen daar, al die rommel moet weg. Ga ik mijn shakes nog nakappen. Lekker eventjes binnen, want we zijn terug maximaal aan het gaan in de fitness. Binnenkort komen ook de fitness vlogs er weer aan. Ik ben volop aan het opnemen op dit moment. Dus ga zeker even binnenkort weer even checken. Ik ga geen datum zeggen wanneer ik ga uploaden, want uiteindelijk als het dan misloopt, dan baal ik helemaal. De fitnessserie zal er wel terug aankomen, maar wanneer dat laten we niet weten, dat zie je wel verschijnen. Maar in ieder geval, ik weet dat het gemist wordt, dus daarom ben ik er terug mee begonnen. En ja, eten, elke dag gewoon HelloFresh, gewoon gezond eten. En voor de rest, shakes van Tiger Protein erbij. Af en toe een keer een eiwit, een maaltijdenreep van Wifood tussendoor. Dus ja, ik moet toch op de race. Anyway, ik zie jullie zo meteen bij Lina. En kijk eens aan, Lina is hier. Hallo, ik ben er. Het is nog heel. Gisteren, want we zijn een nieuwe dag, dat is waar, ben ik naar haar geweest om een dag te zeggen. Nee. Gisteren was het niet zo goed, maar vandaag gaat het wel beter. Ik kan ze al een beetje bewegen. En dan gaan we vandaag wandelen naar de kapper, want ik moet mijn zijkant laten doen. Dan kruidvat, nog shampoo halen. En voor de rest gewoon een klein wandelingsje doen. En dan voor de rest een beetje chillen, tv kijken. En Flippio entertainen vandaag, want die is, die zit een beetje vast. Nee. Ja, oei, zit ze vast. Ze zit in haar haar. Flippy, proper gedoucht. Nog een dikke schaamarp en een bek. Maar dat is voor ze biedt voor bij de kapper, want ik kan hem laten doen. Ik heb er geen zin in. Zo de eerste keer dat ik naar daar ga, dus ik weet niet of dat goed gaat zijn. Kijk eens. Ja. Wat? Het ziet er eetbaar uit. Kan dat iets positiever voor de vlog? Het ziet er zo uit, maar ik kan dat pas eigenlijk over oordelen als ik het eet. We willen eigenlijk gaan wandelen, maar dat gaan we nog wel doen. Maar als je zo kunt zien, als is het een klein beetje aan het regenen. Ik kan er bijna zwemmen. Ja, ja, we gaan subiet wel. En daar heb ik nog de zonnewering naar beneden gedaan. De gordijnen moeten nog korter gemaakt worden. Dat kan papa doen binnenkort. Zie je? Zo'n heel spoor. Zie je het hebben gedaan? Zie je? Huh? Wat is dat? Wat is dat? Dat is voor de goede chauffeurs van de lijn. Dat is echt. Je gaat daar oprijden op bestelplaats. Dat is omdat die een olielek of een brandstof of een mazoutlek hebben. En dan moet de brandweer heel dat spoor gaan opkuisen. En ik kan u zeggen, per meter is dat fucking duur. Hè? Ik heb dan een keer horen vertellen door de vakbond op het werk nog. Dat is fucking duur als de brandweer moet komen om zo per meter uw spoor te komen opkuisen. Dus ja. Ja, ja, ja. Gisteren vond ik dat niet slecht. Maar nu gaat dat anders zijn. Zeg toch eens? Want het is wel beter als jij het maakt hoor, baby. De volgende keer mag jij terugkomen. Maar het is eigenlijk echt nog wel goed. Ja. Ik had het erger verwacht. Zeg. Nee, het is echt lekker eigenlijk. Erger. Maar ja, ik ga laten genieten van de reten en ik ga het er wel. Dat weer even installeren, zodat ik mijn PlayStation kan gebruiken en FIFA kan spelen terwijl het zijn aan het eten is. Wat? FIFA gewoon, kan spelen? Het is gewoon, ja, oh. Oh. Dan dacht ik even van, yeah. Zalig. Nee, maar FIFA spelen. Nee, maar het kost maar aan het lachen. Maar ik ga dat wel even installeren wel, dat hij in orde is. Want ik wil hier wel even genieten. Want binnenkort komt er een nieuwe televisie. Okay, dus we zijn bij de kapper. Bij de kapper. Nou, de kapper gaat er deze keer zo uit. Ja, echt heel vies. Kijk, ik weet niet wat dat moet voorstellen, maar het is vies. Hij is een heel ander persoon. Hé, hey, chic hè. Dan ben ik weer de oude. Oh, ik was aan het kijken naar wat vloggen waren. Ik ben nu ready. Helemaal anders, helemaal nieuw. Klaar om naar de kruidvat te gaan en klaar voor een lolly te eten die we gekregen hebben. Dat is uit te zien, hè. Dus ik match met de zak. Weet je wat ik heb gekocht? Speciaal voor de laatste keer aan het streamen was er een kijker. En net als profielfoto had hij Lala. Dus ik heb Lala gehad. Ik heb ze eigenlijk alle vier gehad. En de kruidvat is een nieuwe aflevering, hè. Dat is echt waar. Kijk, we hebben ze alle vier. Wacht, zie. Okpo. En Tinky Winky en Dipsy en Lala. Dat zal wel zijn. Maar binnenkort zijn er nieuwe afleveringen, hè. En die gaan wij kijken. Gaan we kijken. Met ons zes. Chique. Keep it simple. Zoals zijn.
Dus als ik graag kook, van wat hebben we van alles? Ah wel ja, als ik er dan niet ben, dan kan jij hier zo kijk, lasagne bolognese of witlof met ham en kaassaus halen of kip gewoon of volle van. Nee, joh, en frieten in niet. De airfryer steken ofzo. En kippenbouillonsoep met groenten en zo. Zeker dinges. En aardappelpuree. Aardappelpuree met volle van. Is hij wel hè? Ga je doen? Ja. Fretzak. Open doen. Ik ben aan het eten hè. Dus dan ga ik een snoep eten. Ik het niet ook. Ik heb eigenlijk zou ik, ja, eigenlijk zou ik dat moeten afkeuren, maar ja. Maar het ding is, ik ben terug beginnen te trainen. Ik was 3 weken niet aan het fitnessen. Maar mijn eten was ook niet goed. Dus we eten wel weinig genoeg. Maar, wat? Hoezo niet? Ja, niet 100% altijd, hè, zoals nu bijvoorbeeld. Maar mijn training is wel terug in orde. Snap je? Ik ga minstens 4-5 keer trainen per week. Dus. En ik? Ja, we gaan naar dit. Ah ja, oké. Nee. Wat? Zak. Wat? Er hangt suiker aan je mond. Is iets van mij, moeten we speciaal stoppen voor madame, omdat ze dat wil opeten. Voor madame? Hij zegt letterlijk, we moeten dat opeten en we gaan daar niet meer binnen in de winkel gaan. Dus ik begin daar gewoon te eten. Ja, ik lieg, maar ik ben er wel lekker van aan het eten. Lekker zeg. Zie je nu? Je ziet er een meisje als snoepen. Dat is niet gezond. Ja, dat is gevaarlijk. Ja. Hemel. Het is toch lief als ze dat zegt, hè? Dat je de hemel voor haar bent. Nee, oh. Ja, maar, oh. Ik bedoel, we zijn binnengekomen in de hemel, zei ik. Niet jij bent de hemel. Oké, ik wil. Ik ga dat vullen. Ja, ik wil, ja. Ik wil zoveel. Fucking belachelijk. Komen ze naar mij in de winkel. Zeggen ze, ah, ja, we zijn hier aan het filmen. Ja, mijn baas kan al zeggen, die zijn hier aan het filmen en dat mag niet. Nee, en, ze zijn, mensen waren al aan het filmen. Nee, van voor aan de kassa. Dat zijn die aan de kassa zaten. Die waren al bezig over ons. Ja, en toch vind ik dat jij een beetje begripvol moet zijn. Nee, ik vind dat asociaal. Mensen zijn meer modern. Mensen denken, je mocht nergens filmen, mocht niks doen. Oké, vanaf nu worden alle gsm's verbannen in de supermarkt. Je mocht niet meer video bellen in de supermarkt. Je mocht dus niet filmen in de supermarkt. Dus je mocht ook geen foto's maken met je gsm. Ja, maar je met video bellen te maken? Dat mag ook niet. Je mocht niet publiekelijk, je mocht niks filmen van in de winkel. Dus ook geen Instagram verhalen maken, niks. Dat mag allemaal niet meer. Blijkbaar, klaarblijkelijk. Ik vind dat belachelijk. Ik word daar boos van. En dan zijn we het ook ambetant van, dan word ik nog ambetanter. Ik vind dat echt belachelijk. Nee, ik word ambetant van, maar jij bent. Ja, ik snap dat gewoon niet. Dat je zo debiel moet zijn om alles te verbannen. Ja, ik vind het een overdrijven. Ja. Dat is mijn mening. Schrijf dat het overdrijven is overdrijven, maar ik vind dat is mijn mening. Kijk eens. Ze lacht. Want de ruzie is opgelost. Oh. Oh. Het was geen ruzie, toch? Een discussie. Nu gaan we naar de kelder een blokje aan om op te laden, want blijkbaar heb ik nog een oplader die ik mis. En mijn PlayStation is geregeld en we gaan nu de vlog kijken, want we hebben eigenlijk onze eigen vlog. Mee? Ja, Flippy ga ik mee. Ja, ik ga Flippy meepakken naar de kelder. We hebben onze eigen vlog nog niet bekeken, dus voor zij die deze vlog aan het kijken zijn, als je die vlog nog niet hebt gezien, ga hem lekker checken. En ik ben enorm blij met de resultaten van Lotte uiteraard. Dus Lotte, dikke merci nog eens voor te editen. Ja. En we zijn eigenlijk met een heel groot project bezig. Daar ga ik niks over verklappen, want als het niet lukt, ga ik weer falen en dat wil ik niet. Wie aan het doen? Maar we zijn van plan om iets heel groots te gaan doen, nog dit jaar. Maar meer ga ik er nu over verklappen, maar volg ons zeker vast op YouTube. Want daar gaat het gebeuren. Het is heel belangrijk dat je ons daar volgt, dat je ook ons kanaal deelt van Dardro. En dat je laat zien dat wij als Dardro fan zijn. En dat zoveel mogelijk mensen zich engageren met deze community, want dat is gewoon super gezellig en super, ja, super zalig. Ah, ik zie je, ze luistert goed, hè. Ah, ja, we gaan naar beneden. Let's go, ga je mee, Flippy. Flippy, kom weg. Niet naar vliegen. Flippy, lach maar. Jij mag ook lachen. Baby, ga pak die thuis, hè, want als die wegvliegt, is het mijn fout. En dat weet ik niet. Dus pak haar zelfs, oké? Okay? Voor 2000 euro dat wegvliegt, voor de rest niks. Nee, Flippy is meer waard. Oh, god, man. 2000 euro dat ik vlieg. Zolang ze maar geen kakadoot op mij. Hey, er zit toch gewoon een nieuwe donatie gewoon, hè? 2000 euro aan een nieuwe Flippy. Nee, we willen geen nieuwe Flippy. Oké, ik heb net Flippy te slapen gelegd. Die ligt daar nog een beetje te kwieten. En ik ben terwijl nu aan het kijken en aan het supporteren van onze Ridley. Hè. We zijn nu naar Juice aan het kijken. En wanneer ik naar Juice aan het kijken was,
Heeft mijn babytje iets lekker klaargemaakt. De Ridley staat momenteel vierde, maar stond aan het tweede, maar die wint dan nog wel. Dat is gewoon tactisch. Ridley wint dat spel, ben er zeker van. Ik supporter voor Ridley. Lekker genieten van een lekker kaasplankje met Pasca, want dat moest erbij zijn. Dat vond ze lekker. En een broodje en een lekker Italiaans hammetje. Laat het smaken, baby. We gaan samen een filmpje kijken. Of nee, we gaan... Wat gaan we kijken? The Voice... Zoiets. Ja. En dat gaan we kijken. Dus we gaan nu genieten van deze. Lekker eten. Yummy, yummy, yummy. Wij gaan genieten. Ik zie jullie dus volgende week woensdag om 3 uur bij een gloednieuwe vlog. Dus laat er rechts achter als je het leuk vond. Of als je iets te zeggen hebt, duimpje omhoog. Als je het fijn vond, een leuke video vond. Ja, zo dus. En zien jullie volgende week terug. Woensdag om 3 uur bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik zoals altijd. Flex de biceps. En joe!